Een woning aan de Satijnvlinderlaan in Eindhoven is dinsdagochtend beschoten. Een omwonende hoorde knallen en alarmeerde de politie. Agenten troffen daarna kogelgaten aan in de voordeur, de gevel, een ruit en het rolluik. Volgens de politie woont in het huis een gezin. De bewoners zouden geen overlastgevers zijn. Wel zouden er volgens buurtbewoners veel mensen in- en uitlopen. Volgens ooggetuigen is de woning beschoten vanaf een rijdende scooter of motor. Gelukkig raakte niemand gewond. De straat is door de politie afgesloten voor onderzoek. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.